Dus het is echt liefdewerk hoor, dat zeg ik altijd aan mensen, want ze zeggen altijd van boy, zoveel tijd. Maar ja, we houden gewoon maar van wat we doen. En ik zeg altijd, het geld komt later. Verbouwen in Suriname is niet een standaard bezigheid voor landbouwers. Toch zijn er ondernemers die durven om het onbekende op te zoeken en er wat aan te verdienen. Kwasi Vreden is zo'n producent die startte met Aysa thee. Elke ochtend beginnen we met verse thee. Vandaag hebben we dus moringa thee. We hebben hier lekker water van de kook al staan. En dan gaat onze filter erin. En dan gaan we hem lekker laten trekken nu. En straks kunnen we een lekker kopje moringa thee drinken. Lekkere moringa thee. Ik was wel altijd bezig met de natuur. Vanwege mijn moeder hebben we altijd wel... ons bezighouden met landbouw. De inspiratie om Aysa thee te beginnen heb ik van mijn partner. Zij drinkt nog steeds enorm veel thee. En er moesten altijd pakketjes komen van het buitenland met allerlei smaken. En op een gegeven moment zei ik van, we hebben hier ook thee. En wil je onze smaken niet proeven, testen? Dus zo begon het. Heb ik kennis laten maken met citroengras, marfa, Boussipaya. En al gauw begonnen we mixjes te maken. En ja, voordat je dacht, waait het over naar vrienden. En van vrienden naar kennissen. En ja, wanneer het van vrienden naar kennissen gaat, dan wordt het een business. Ik heb heel veel offers moeten brengen. Ik heb bepaalde hobby's achterwege moeten laten die ik had. Late avonden. Veel research doen, omdat men wel altijd vraagt, vooral als er dingen theetjes of andere producten worden geproduceerd in Suriname. Heb je wel goed onderzoek gedaan? Zijn de doseringen correct? Wat zijn de bijwerkingen? En die dingen zijn meestal niet bekend bij het grote publiek. Dus het is veel onderzoek doen, waardoor ik lange nachten heb moeten maken. Ja, iedereen leidt daar zo'n beetje eronder, je gezinsleven ook. Maar het is het waard, omdat we dus nu een product kunnen brengen naar de mensen dat men graag wil hebben eigenlijk, maar er toch niet zoveel over weet. Het enige wat ik had onderschat in principe is de hoeveelheden. Je zit in kruiden, vooral droge kruiden, zit je met enorme hoeveelheden. Als ik een voorbeeld mag geven, bepaalde kruiden zijn droog. 1/4 van het gewicht zoals vers zijn. Dus voordat je een kilo hebt bereikt, zit je met enorm veel aan vers materiaal. Dat is het enige wat ik heb onderschat, maar het ook verschilt van kruidsoort tot kruidsoort. Dus dat was het voor mij qua echte challenge om bij bepaalde orders het toch te kunnen halen. Kunt u ons hier aangeven wat u hier aan het doen bent? Ja, we zijn... een experiment aan het uitvoeren, de Boussipaya, te drogen. Normaal, de Boussipaya is eigenlijk een heel vrij hoge boom als hij volwassen is. En de takken die krullen zich, drogen zich en dan vallen ze op de grond. Als je hem dan gaat halen, vaak rapen, dan zie je vaak dat hij een mierennest is geworden. Dus wij proberen het te simuleren om te kijken als het dezelfde smaak heeft als we de bladeren die ready zijn om te vallen plukken en dan hangen. Omgekeerd, dus een simulatie net als hoe ze bij de boom hangen. Om te kijken als we dezelfde smaak eruit krijgen en als ze ook goed bruin worden. Dat is eigenlijk wat we aan het experimenteren zijn hier.
Dus hier hebben we citroengras. Hier maken we een stee van. Wat gewassen. Straks of eerst gekript. En dan wassen we hem, laten we hem uitlekken. En hier maken we de stee van en ook citroengraspoeder. En citroengraspoeder kan je heerlijk gebruiken bij het bakken van vis of ook vlees. Geeft een mooie pittige smaak. Ik gebruik hem als vervanging van zwarte peper. Hij is lichter dan zwarte peper, maar je proeft die pittige smaak toch wel even. In het begin plant ik zelf, omdat het dus het was te doen voor de vraag die er was. Maar nu werk ik met outgrowers, dus mensen die planten, kruiden planten, haal ik bij hun. Vaak zijn het ook producenten van andere producten hoor. Maar de grondstoffen haal ik dus gewoon dus bij outgrowers. En ik verwerk het dan verder. Het is niet altijd even makkelijk gegaan natuurlijk. Je maakt afspraken en al gauw denkt men van, ik kan het zelf ook doen. We hebben vier standaard en er zijn een paar seizoenteeën erbij, zoals churu. Sinibita is geen seizoenthee, maar ik probeer hem eigenlijk zelf te telen. Gaat niet altijd even makkelijk, omdat ik gewoon wel garanderen dat het geen bita is van Seepassi. Dus. Ja, we staan nu in een van de velden van de outgrowers, waar ISAT onder andere zijn thee vandaan haalt. Dit is Moringa. En zoals je ziet groeien de bomen flink. Ze houden van die felle zon. En ze worden natuurlijk goed verzorgd. Hier is een churu aanplant van ook een van de outgrowers van ISAT. En churu wordt ook gedronken als thee, zowel warm als koud. Er worden jam van gemaakt. Het gaat in salades. Dus ook een veelzijdige plant, kan je zeggen, gebruik van. En het is straks churu tijd, want het is warm. Bij elke droge tijd krijg je veel churu. Dus de knoppen zullen er niet binnen al te lange tijd komen. De distributie doen wij zelf. We hebben wel een persoon die voor ons de sales doet, maar dan distribueren wij zelf, omdat we dan ook direct controle houden op hoe het staat in de winkel, als er al bijna vervallen producten zijn. Want het kan voorkomen dat de winkel daar niet op let of dat het gewoon is ontgaan. Dus dan letten wij daarop, alleen dat wij altijd gewoon een vers product kunnen aanleveren aan de klant. Onze toekomstperspectieven zijn sowieso groter te gaan, omdat er gewoon potentie is. Als je even kijkt in de wereld, dan zie je dat men teruggaat naar de natuur. Men wil zoveel als mogelijk producten hebben die verser zijn en niet zozeer onderhevig zijn aan een proces. Dus men wil een zo vers mogelijk product hebben, gedroogd en niet te veel additieven erbij. Dus de potentie is aanwezig, dus we gaan sowieso groter. We willen kruiden gaan doen, omdat we doorhebben na onderzoek dat er gewoon ook heel veel kruiden in Suriname groeien. Die wij dus dagelijks importeren, dingen zoals kruidnagel, laurier, zwarte peper. Dat groeit allemaal in Suriname, dus ik denk dat we langzaam maar zeker ook die richting opgaan om die producten gewoon lokaal te verbouwen en aan de man te brengen. We hebben natuurlijk twee soorten klanten. Je hebt klanten die losse thee willen. En dat is natuurlijk ook
is leuk. Ik persoonlijk hou van losse thee. Omdat je zelf je ding kan doen. Je kan bepalen je sterkte, makkelijker bepalen. Je kan hem makkelijker mixen. Dus daarom ben ik daar een fan van. Maar je hebt ook mensen die weinig tijd hebben. En niet de tijd hebben of de vrijheid hebben op hun kantoor. Hoe ziet een dag in het algemeen uit? Ja, opstaan, water zetten, daarna heb ik een stil moment, daarna ga ik mezelf verzorgen, de thee zetten, zelf verzorgen, en daarna is de thee ready om te drinken, en daarna ga ik de kinderen klaarmaken voor school. En dan kijken we wat er binnen is gekomen. Vaak zetten de mensen die aanleveren. Soms heb ik het geluk dat ze me gewoon een app geven en dat ze het heel vroeg aan de schutting hangen. En later dan rekenen we af. Of soms ga ik dan mijn route maken om te kijken wie kruidige oogst heeft, zodat ik dat kan halen voor de verdere verwerking. We hebben dan de verwerkingsweek waar we dan zoveel als mogelijk kruiden ontvangen, selecteren en drogen en verpakken. En een andere week is het verpakken en verkopen of leveren, zo je het wil noemen. Ja. We hebben vanaf vanmorgen eigenlijk thee in een droger. Dit is onze kleinste droger. Eigenlijk waar we dus als de zon niet, zie je, ik ben lekker, deze zijn er al 3 uur in, een mooie droge neem. Wat is het grootste verschil tussen de manier waarop buitenlandse thee wordt geproduceerd en de manier waarop jij thee produceert? We zijn ambachtelijk bezig, in principe de machines die wij hebben zijn echt om het dicht te maken en ons te helpen als het weer niet gunstig is om te drogen. Want als we dus zon hebben, dan drogen we wel in de schaduw, gewoon in de zon. Verder is het niet de thee die men gewend is. Dus de groene thee die men kent, dus Camellia sinensis, dat is de thee. Daarvan maakt men ook melanges. Dus groene thee wordt ook gemaakt van Camellia sinensis. Maar als je bijvoorbeeld een theesoorten die men heeft, peach en smaken, bijvoorbeeld frambozen, aardbeien. Dat is in principe dezelfde groene thee, dus de normale thee die je zou hebben, met aroma erbij. Want in principe zou je van aardbeien geen thee kunnen maken. Of van kokos. Kokos is meer, ja, ik zie mezelf, als je kokos zet in thee, dan krijg je een soort warm water, krijg je al een olieig gevoel. Dus het zijn meer infusions ook, en ook meer aroma. Weet je, ik zeg altijd van, ik bekritiseer ze niet, maar ik zeg gewoon wat wij doen en wat zij doen. Want zij verkopen ook thee, daar is er ook een markt voor. Maar wat wij doen is gewoon puur natuur. Er zijn geen geur, smaakstoffen en andere processen aan verbonden. Het is gewoon, het wordt geplukt, het wordt gewassen, het wordt gedroogd en het gaat in een theezakje. That's it. Geen ingewikkelde processen. Het verschil, een ander verschil is ook dat onze theesoorten vaak ook een health benefit hebben. Bijvoorbeeld Moringa, hoor je steeds meer over, is een plant. Die enorm veel health benefits heeft. Maar onze eigen citroengras is ook goed. Het heeft heel veel antioxidanten. En het is een van de weinige theesoorten die is. Baat het niet, schaadt het niet. Dus je kan hem eigenlijk al door drinken. Het maakt niet uit als je ziek bent of niet ziek bent. Want meestal als je koorts hebt of als je griep hebt, zegt men, hey, drink een citroengras thee met Monkey Kersie, ja, die twee. En dan ga je heel erg zweten, want dat werkt koorts afdrijvend. En ja, dan ben je beter na een dag of twee.
Weet je, dus dat is het verschil wel tussen de buitenlandse theesoorten en onze theesoorten. Uiteindelijk krijgen ze een labeltje erbij, zodat je thee lekker kan trekken. En dan gaan ze 20 zo'n pakje in een bruine zak met de sticker erop. Voor de achterkant, dat is dan de informatie die je nodig hebt. Houdbaarheidsdatum. In principe kan je kruiden langer dan 2 jaar houden als je ze goed bewaart. Dat wil zeggen droog en koel. Maar je hebt een houdbaarheidsdatum nodig op je product. Dat is een label vereiste. Verder hebben we de Latijnse naam erop, zodat je zelf verder onderzoek kan doen. Dat willen we gewoon. En dat je dan op onze Facebookpage altijd op- en aanmerkingen kan geven. We leren graag, we staan open voor kritiek, positieve kritiek. En dat zit, dan krijg je zo'n pakje. Dit is losse thee en voor onze losse thee drinkers hebben wij een extra cadeautje bij. Dat is een theesafe deze maand. Dus ik zal hem halen als ik er was. Mijn motivatie naar mensen die willen ondernemen is sowieso, doe iets waarvan je houdt, dan ben je geen enkele dag aan het werk. Het maakt niet uit wat je doet. Ja? Ik weet vroeger lacht men uit als men zegt van hey, deze man heeft geiten, of deze man hij maait, of deze man maakt schoon. Maar mijn ding is, als je iets doet, buit het uit. Word de beste erin. Dan ga je sowieso excelleren. Als je geiten kweekt, ben de beste geitenherder. Laat iedereen bij jou geitenvlees willen kopen. Laat iedereen bij jou kleine geiten willen kopen om ze groot te brengen. Ben die persoon. Ben het beste wat je kan zijn met wat je doet.